Een man zou maandagmiddag van het dak van winkelcentrum Heuvel in Eindhoven zijn gesprongen. Volgens een politiewoordvoerder zou de persoon nog in leven zijn. De politie heeft nog geprobeerd te voorkomen dat de man van het dak zou springen, maar was te laat op het dak om dat te voorkomen. De politie denkt aan een poging tot zelfdoding, maar vindt het vooralsnog te voorbarig om die conclusie al te trekken.